Het Elsje Vink Sanitair College, EFS, COFAP, heeft vandaag 43 afgestudeerden afgeleverd. Hiermee gelooft de leiding van COFAP dat zij continu een bijdrage levert aan de gezondheidszorg van Suriname. Onderdirecteur Jenny Jones-Christopher zegt dat COFAP ten alle tijde de kwaliteit van de uitgegeven diploma's hoog wilt houden. Dat kan volgens haar slechts gerealiseerd worden als de kwaliteit van de opleiding, in het bijzonder van de afstudeerwerken, ook hoog wordt gehouden. Afgestudeerden moeten ook verder studeren, omdat het beroep waarvoor zij zijn opgeleid dat van hen vergt. Ook wees de onderdirecteur de pasgeslaagden erop dat het verpleegkundig beroep altijd beoefend moet worden met kwaliteiten zoals liefde, verdraagzaamheid en geduld. Dus wanneer u voor de spiegel staat 's morgens om u klaar te maken, om uw beroep te gaan uitoefenen, dan kijkt u naar uzelf in de spiegel, een vorm van zelfreflectie. En dan vraagt u kracht en wijsheid dat u geleid mag worden om liefde te tonen, verdraagzaamheid te hebben en zeker ook geduld te mogen hebben. Dat is heel erg bijzonder en daarvoor staan we er. Suriname heeft nu meer verpleegkundigen, zegt Karel de Baas, hoofd van de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen, IVV. Maar is zich daarnaast van bewust dat nog de regering, nog de ziekenhuizen hen kan weerhouden als zij naar het buitenland willen vertrekken. Toch deed de baas een beroep op de afgestudeerden om zoveel mogelijk hun krachten te geven aan de zorgvragers van Suriname. Het valt haar op dat er weinig mannen in het verpleegkundige beroep zitten. Daarom hebben we u opgeleid. De vraag naar onze verpleegkundige verzorgende in het buitenland is heel erg groot. Toch? Dat wil zeggen dat we in Suriname de mensen kwalitatief opleiden. Ik wil niet zeggen goed opleiden. Want goed opleiden wil nog niet zeggen dat er kwaliteit erin zit. U wordt kwalitatief opgeleid. Het is geen geen vrouwenberoep zoals men vaak denkt. We hebben ook mannen nodig in het veld. Vaak genoeg willen mannen niet in de verpleging, want monies maar, je wilt altijd een hossel erbij doen. Maar wie doet tegenwoordig de hossel erbij? Het is voor iedereen moeilijk, maar desondanks vraag ik u om te prioriteren. Hoe u op uw werk komt, aankomt, weet u echt wat alleen. U komt op het werk onder zeer moeilijke omstandigheden, maar u komt omdat u liefde heeft en passie voor de zorgvrager. Voor dit jaar heeft COFAP in totaal 249 afgestudeerden afgeleverd, 13 meer dan in 2021. Onderdirecteur Jones-Christopher gelooft dat de aantallen zullen blijven stijgen en COFAP een grotere bijdrage zal blijven leveren aan de gezondheidszorg van Suriname.